vanavond die voor het beide gaan spelen. Dat zijn de twee zingende Marga's, Marga Bult en Marga Scheiden. Zo, kom er gauw bij. Zo. Hallo. Hallo, hallo. Ja, stralend zien jullie eruit, zeg. Twee Marga's. Hé, ik begin met jou, als je het niet erg vindt. Jij bent pas geleden weer begonnen met LUF, hè? Wat is de reden om daar weer opnieuw mee te beginnen? Dit leek ons gewoon heel erg leuk. En er bleek vraag naar te zijn, dus zodoende. En ben je nu alweer met een nieuwe single bezig? Ja, we zijn nu met de nieuwe single bezig. En in september komt de nieuwe LP alweer uit, dus. Aha, dat gaat goed. Ja. Hey, en jij, hè? Jij bent ook uit een groep, maar jij bent er juist uitgestapt. Wil je er niet nog eens een keer in? Om het zo maar eens, ik lijk me het zal wel. Het zou wel leuk zijn, maar we zijn eigenlijk alle drie gewoon gestopt. Dus niet de een of de ander. Ja. We waren daar gewoon alle drie aan toe. We hadden echt iets van, we hebben het zo lang gedaan. En het hele circuit honderden keren. En op een gegeven moment was gewoon, het was op. Jij wil gewoon solo blijven dus. Toen ben ik dus wel solistisch gegaan. Ja. En eigenlijk is dat ook heel erg leuk. Het is minder gezellig, dat moet ik wel zeggen. Dat is wel heel erg leuk met drie meiden. Maar ja, ik heb nu ook een kindje, dus ik kan het allemaal ook wat beter combineren in mijn vak. Nou, dat is wel fijn. Over een week is dat, dan hebben we het internationale songfestival. Ja. Jij hebt een keer meegedaan. Ja. Als ze jou nou eens een keer zouden vragen, nog een keer, zou je het dan doen? Ja, absoluut. Ja? Gelijk, ja. Ja, kan het me was voorstellen. Echt, jij toch ook? Ja, ik heb drie keer gedaan. Dat dus, doe ik. Twee keer vind het wel genoeg. Ja, ik vind het wel genoeg. Zo. Nee, maar ik vond het heel erg leuk om te doen. Ja, ja echt. Nou, wie weet. Ja. Hé, maar jullie zijn hier niet om over ditjes en datjes te praten. Nee, want jullie gaan hier spelen. Supermat weliswaar. Nou, moet je luisteren. Jij staat daar als dichtste bij. Ga jij naar Lady Gossip. Ik moet je wel waarschuwen. Let op je woorden. Want als je er überhaupt tussen kan komen. Volgens mij is het zo, ja. Hallo! Ede! Hallo! Hallo Mar, ik vind het zo leuk dat jij mijn kandidaat bent. Ik hou van die mensen die wat in huis hebben, hè? Zeg maar. Maar we zijn natuurlijk gekomen voor het spelletje. En ik zal het even uit gaan leggen. De bedoeling is dadelijk dat jij op dat matrasje gaat staan. Dat Gooise matrasje, dat kan je wel, hè? Daarop staan. Nou, en dan ga je dus daarop staan. Dan zie je voor je neus een scherm met een mannetje. Dat ben je eventjes. En een schildpad. Maar denk om, dat is een deugd niet, hoor. En dan nou is het leuke dat die schildpad tegen dat mannetje de strijd gaat aanbinden. En als jij op dat matrasje loopt of springt, dan doet dat mannetje precies hetzelfde. En iedere keer als jij een hindernis goed haalt, die dat mannetje tegenkomt, met springen dus, dan heb jij 25 gulden bij je eindscore. Nou, dat is toch fantastisch. Kan je het volgen allemaal nog? Toch, jouw haar zit zo leuk. Vind je het leuk ook? Dank je. Een spoelinkje ook. Wat voor kappen ga je doen? Nou, zeg het een beetje te intiem. Zeg liefje, zullen we gaan beginnen? Doe niets. Nou, dan ga ik maar op het Gooise matje. Juist, matrasje dus. Hè? Even je schoenen uit. Goed zo. Nou. Goed, nou, sta je lekker? Ja, ik sta heerlijk. Kom op, dus ga lopen, daar begint hij. En denk om de hindernis, hoor, daar komt erin aan en springen. Goed zo, helemaal goed. Ja, en nog een keer denk, goed zo, kijk, nou heb je hem te pakken. Heerlijk, ja, nou ken ik je weer. Nou ken ik je heel goed. Goed zo, beepje. Ja, juist, goed zo. Ja, ja, ik wil niks te zeggen, het gaat gewoon geweldig. Goed zo, ja. Helemaal goed, enig. Nou joh, die haalt het hele. Oh, kind. Nou, geef nog niks hoor, je gaat gewoon door. Daar komt hij weer. Oh nee, ik stap sprong, geweldig. Leuk hè, leuk. Ja, goed zo. En, nou, die kleine durf niet, ik heb helemaal niks te vertellen bij jou. Nou, geweldig. En kijk eens wat een... Want een score ze heeft gehaald. 350 gulden bij elkaar gesprongen. Zo. Nou, voor een zangeresje. Is het zo? Enig, ja, onderschat ons niet, nee, hoor. Nee, daarom, dat bedoel ik. Pas op. Zeg, liefje, ga je zitten, dan ga ik de volgende kandidaten vragen. Ik hallo. Wens je veel succes. Hallo, wat leuk zijn er ook mensen. Ja. Zeg, moet je luisteren, ik wilde jou niet iets zeggen, maar ik wil eigenlijk een tip geven aan jou. Het is namelijk zo, ik had jou... Liever niet. Nou, joh, wacht even erin laten. Ik had jou al lang een brief willen schrijven om jou een tip te geven hoe je met dat groepje een leuke beweging in het muziek kan brengen. He, ik vind het zo leuk, die lambada. He. En dan had ik een tip voor jou, hoe je heel snel en handig, misschien voor de mensen thuis ook vanavond even om te oefenen, die lambada kan leren. Je neemt namelijk een potlood, of een veelzip, dat maakt niks uit. Je stopt hem tussen de bips en dan ga je een achter op de muur tekenen. Nou, en dan zit ik er zo in, hè, die lambada dan. Enig? Ja? Hij doet dat.
vind een hele goede keer. En als je het nou niet aan kan, kom ik gewoon een keer langs bij dat groepje waar je... En dan gaan we het van voor tot achter nog een keer doornemen. Ja, tuurlijk. Hè? Ik zou er zelf goed komen. Maar nee, nou, nee. Daarom een handige tip. Zeg, ga je op de mat staan, matrasje staan, lieverd? Ja. Nou, dan gaan we weer beginnen. Ik hoop dat het juist het mannetje is weer voor. En dek op die rug niet, hè, daar. Ga maar lopen, 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 lopen. Goed zo, lufje. Enig. Goed, ja. Geef niks, geef niks. Jij, allebei die benen op de weg. Oh, wat een stevige kuit heb jij, joh. Heerlijk, hè? Oeh. Je brengt me helemaal van mijn probleem. Nou, dat geeft niks. Gewoon door, ga springen. Oh. Nee, goed. Springen. Springen. Als hij uitgerust is, springen. Juist. Ja. Goed, en nou lopen, 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 lopen. Goed zo, springen. Ja, weer lopen, springen. Goed zo, kijk nou. Oeh. Nou, dat weet ik ook niet. Ja, lopen, 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 springen, springen. Goed zo. Heel goed. Juist, juist, juist. Geef die deugd niet geen kans, hè? Nee. Ik doe mijn best. Goed zo. Kom op. Juist, even uitrusten. Ja. En dan komt hij weer. Ja. Juist, heerlijk. Dat gaat geweldig. Ja. Ja. Nou ja, je hebt al voor 100 gelden, hoor. Ja, hoog. Ja, even uitblazen weer. Goed zo. Oh, dat schildpad, je moet het voorbij. Ja, dat schildpad moet je inhalen, hoor. Dat moet je inhalen. Heel goed. Maar ik denk dat je er al bijna bent, hoor. Ik denk dat je er al bijna bent. Heel goed. Ja, goed zo. Leuk. Leuk. Juist. Goed zo. Ja! Oh, kijk, denk om die deur. Kijk om die. Oh, hij haalt. Oh, die fout ging aan. Ja. Nee. Hartstikke goed, hè? Ik geloof dat ik het goed gezien heb, jullie allebei 350 punten al guldig bij elkaar gesprongen hebben. Echt waar? Ja, dat vind ik heel goed. Ik denk dat de kinderen er ook heel blij mee zullen zijn. Dus dat is 700 gulden bij de totaalstand, als ik het goed gezien heb. Ik zou zeggen, heel erg bedankt dat jullie mijn kandidaten waren. Ik vond het enig en tot ziens. Dankjewel, okay, veel succes. Ja, okay. Lady Bassen. Nou, wat ging dat goed, zeg. Ja, vond je? Ja, dat ging goed. And where he goes.